Kijk aan, daar zijn we weer. In de vorige video hebben wij het bos, The Forest, afgemaakt. Zijn vandaag terug hier in de Crossroad. Dus laten we eens even kijken wat hier te beleven is. En wat we hier dan kunnen vinden. Hier staan een paar gastjes te chillen. Wat hebben die mij te vertellen? Do you know where we are? We zijn bij de Crossroads, meneer. I've been walking forever, lost in the marsh. Lost in the march, oké. Okay. Het vuur, kan ik daar iets mee? Ja. The two travelers were talking quietly. Yeah, I got so lost in the marsh, you know. I go anywhere else if it's safe here. Yeah. Ze zeggen talking quietly, maar ik moet zeggen, ik kan ze best goed verstaan. Enge vogels. Oké. Okay. Enge vogels. Het zijn vast deze vogels die hier staan. Is hier links nog wat? Hier is een slot, daar heb ik waarschijnlijk sleutel voor nodig, die ik niet heb. The crossroads gate was locked. The crossroads gate was locked. Nee, ik heb alleen nog een visnetje en een items. Trying, ja, dat kan niet natuurlijk. Didn't fit in the lock. Nee, dat snap ik ook wel. De vogels. Wat hebben jullie mij te melden, vogels? The guard joked. Another scrawny ember from the forest. And with a bag looking all nicely and shiny. Both guards started looking at Ember with a deathly stare. The guard leered. The forest king would like you, little scruff. Yes, come a little closer. Let us see what's in that bag. Deze vogels lijken onbetrouwbaar. Wie zijn jullie? We guard the door to the forest king. Oh yes, we decide who gets to see the king. The forest king will want to see you. Oh, baby. Yes, yes, come this way. The forest king will us see. Nou, dat zullen we inspecteren dan. Ik bedoel, als de forest king ons wil zien, waarom niet? The forest throne. A feeling of foreboding overcame Ember. Feeling of foreboding. Oh, dit is wel een hele grote vogel. Ember was terrified, but tried not to show it. The giant bird spoke softly. Another little Ember. Speak, little one. Do not fear. The bird is a friend. Okay. Ember wanted to feel safe. Oh, little Ember, birds won't hurt you. Birds will take another under our wing. Stay safe in the nest, you'll never turn forlorn. Ember was still afraid. Hmm. Is it the night that scares you, little one? Hij heeft ook best wel grote nagels, deze vogel. Grote klauwen. Hij maakt het licht. Night is gone. Day is here. Birds will make us less frightening. It wasn't only the night that frightened Ember. Kan ik nog praten? Ja, ik wil anderen helpen. Altijd. The bird was disappointed. Stay? No need to help, silly forlorn. Hope is false. Hope hurts little ones in the end. The forest king spoke so gently to Ember. Perhaps they could rest here for a while. It was hard to know what else to say. I back out then. I'll stay. Oh. Clever little kan niks anders zeggen. Nou, ik ben benieuwd. You will stay. You will not turn forlorn. Search for hope no more. Now take this feather. Okay. Een rode veer. Ja, dankjewel. That means Ember is one of us now. Birds keep little ones safe. Birds should never leave the nest. Oké. Okay. Dus ik heb een rode veer gekregen. En met die rode veer kan ik aan de vogels laten zien dat ik een vriend ben. Ik ben benieuwd. The guard seemed pleased.
clever scruff sticking with us. I can hold that bag for you. Ja, dat is mijn tas. Ja, ik heb er bij mij. Alone, they're one of us now. Yeah, one of us. And we all share bags and things. Ja, we delen kennelijk geen kennis van Engelse grammatica. Hier staat nog een man. The stranger wanted Ember's attention, being careful not to speak too loudly. You should get away from here while you still can. You can't trust the birds. I've heard there's another campfire in the marsh. Well, that's where I'm going if I can find a way down. Okay. Another campfire in the marsh. Daarvoor moet ik hier naar beneden. Maar daar kan ik zo niet bij. Oké, laten we even kijken aan de andere kant. We konden hier nog naar rechts. The travelers had disappeared. Dat zie ik ook wel. The campfire remained. The ashes were still warm. Bird tracks lay in the cinders. Bird tracks? Waar dan? Kan ik die zien? Nee. Hier loopt een vogel, meneer. The guards squawked. Stand back, don't come any closer. Nothing down there but sadness and turning forlorn. Go see the forest king. He'll set you straight. Nee, ben ik ook geweest. Ik heb een veertje. Show feather, ja. Hier, klop. Got your first feather, I see. Best prove yourself, Scruff. Stand watch here. Promise you won't let anyone pass. Oké, okay. Blijkbaar heb ik promotie gemaakt tot bewaker. Ja, ik ga gewoon naar beneden lopen, kom nou. Ik ga Ember niet aan. Didn't like deceiving the birds. Oh, zie je nog wat achter stiekem? But nee. What choice did they have? Precies, we hebben geen keuze, behalve de vogels. They didn't rest in that place forever. Oplichten. We had to keep going. Lopen, dat is hier. Oh, daar staat die man met die vossenstaart weer naar beneden, die ons de hele tijd in de gaten houdt. Hold the back button to dash, ja, dat zegt hij elke keer, de East Marsh. Ember hurried away from the birds. Ja, jongens. The mist hung close to Ember, hiding them. The forest king seemed frightened, the birds cruel. Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Okay, ahead, no. There would be others to help. And maybe a way to move on. Als je tegen die stok aanloopt, dan gaan de bladeren eraf. Hier zit iemand. Even kijken. The travelers seem distressed. I'm sure it's fine. They'll be okay. But it's been a while since. Hij is zijn maten kwijt. It's my fault. Hij is zijn maten kwijt. Hier achter is niks. Nee, we kan er rondlopen. Hier is een hele grote opening. Hier is nog een brug. Hier is nog zo'n libelle waar ik net ook al was. Hier kan ik springen. Hier is een vis. Kistje, altijd goed. Altijd goed. Away was a scrap of journal. Scrap of journal. There are memories here, bound in rock. I hear their voices echo in the ancient stone. I find footprints by the cinders. A makeshift camp. Oké. Okay. Hier is een lore uit die boom kan ik duwen. Kijk, dat kan altijd met die bomen. Verder hier ben ik geweest. Nou, laat ik eens kijken wat er gebeurt als die poort inloopt. Zullen daar worden we weer in de gaten gehouden boven. Hier kan ik kan praten met die man aan de overkant. The traveler whispered quietly. No matter where I go, I always end up here. No matter where I go, always here. Klinkt als een doolhof. The map. The map. It looked like a map, but pieces were missing. Kijk, ik moet map pieces vinden en dan dit verplaatsen en dan kom ik ergens. Kijk, ik ben nu hier, onder mijn muispeltje denk ik. New route, ja. Oh, letterlijk wat ik wilde zeggen. Letterlijk wat ik wilde zeggen.
Hoe ga ik weer terug? Pijltje terug. Hoppakee. Als ik nu hierin ga, kijk, ik ben op dat ding. Als ik nu hierin ga, dan pak ik die route naar links waarschijnlijk. Hier is een kistje. Kan ik daarheen? Ja. Ember found a scrap of journal. A scrap of journal. I heard them coming. The snap of a twig, a flutter of birds. A figure dashing through the undergrowth. Another like me? Die vogels, jongens, zijn niet te vertrouwen. Maar even kijken, we hebben net een nieuwe route aangelegd. Wat gebeurt er als we hier nu naar binnen gaan? Komen we dan op de nieuwe route uit? It was the same place as before. But how? Dus inderdaad, het is wel de route als eerst. Oh, dit is nieuw. Dit is nieuw. An eerie scene. Like a moment frozen in time. Dit ding kan ik meenemen. Hier is nog een kistje. Laten we die eerst even pakken. Hidden inside was the Wanderer's journal. Another face at last. A catcher of fish resting by a pond. We work together, silk and tar and aching fingers. My boat floats once more, though I almost wish to stay. The catcher of fish. Ja, die hebben we ook al een keer ontmoet, the catcher of fish. Nou denk ik dat ik deze tegel mee moet nemen. En dan kom ik weer bij de map, uiteindelijk. Oh, er gebeurt iets. Hij rent weg. Oké. Okay. Ik neem die tegel mee naar de map room. Kijk, want dan kan ik dingen veranderen. Kijk, we hebben er één bij gedaan. Hier is de start. Dat loopt dood. Dat kan niet. Die had ik hier neergezet. Hoe ziet hij dit voor zich? Dit kan ook, maar dat gaat weer. Oh, dan ga ik daarheen. Hey, dan kom ik weer op een nieuwe plek. Klopt dat? Als ik nu de poort doorloop, dan kom ik op de nieuwe plek. Oh nee, naar boven kan ik nu niet, want die heb ik... The fog was so blinding, Ember was turned around. Ja, precies. Ik kan er niet in. Kijk, ik ben op dat groene plekje. Ik kan nu rechts, rechts beneden. Volgens mijn gegevens. Rechts. Kijk, nu is er een pad naar rechts geopend. The section of bridge had somehow been ripped from its foundations. En dan kan ik hier nu naar beneden. En dan kom ik op een nieuwe locatie. Als het goed is. Waar ik weer een stukje kan vinden? Ja, ja, zeker. The map had been broken on purpose. Ja, the map had been broken on purpose. Steen, wegsteen. Hoppakee. Puzzelstukje pakken, die hebben we nodig. Meenemen, haalt C. Boven. Boven links, links. Is de volgende stap. Dan kom ik weer bij de map. En dan pakken we het nieuwe map piece stukje woorden. Kijk. Links ben ik geweest, rechtsonder ben ik geweest. Dan kan ik nu zeggen, ik wil daarheen. Dat is ook weer een nieuwe locatie. Want nu kan ik dan hierin. Kijk, de mist klaart op. Dan kan ik naar boven en weer naar boven. Daar is een kistje. Daar kan ik niet heen. The mist revealed a secret place. Was it hidden on purpose? Nou, het beeld wat daar links staat, moet waarschijnlijk op die knop daar beneden komen. Hier staat een man. Wat heeft hij mij te melden? The stranger spoke. You know, part of me didn't want to be found. I said some things I shouldn't have. And now I'm lost. But it's too late. Het is nooit te laat. Even kijken, hier is een hendel. Kan ik waarschijnlijk die bruggen mee bedienen. Ja, inderdaad. Oh, dit is wat het is.
Nou, laten we eerst even dat beeld ophalen. Kan ik hier verder nog iets? Zo lijkt het niet op. Hier naar beneden. Deze steen ophalen. Hier is een plateau. Hier kan ik nog verder naar beneden. Kom ik weer bij de start. Oké. Okay. Dit beeld kan ik daar opzetten. Dan kan ik die brug naar boven halen. Zeg ik dat goed? Kan ik hem pakken? Ja. Zet ik hem hierop. Hup. En dan kan die naar beneden. En dan kunnen we hem naar beneden op die knop zetten. Ik denk dat dat wel een aardige, goede inschatting is. Kijk, trap af. Op de knop. Deur open. Lekker. Ga naar binnen. Melody Cave. Het is hier behoorlijk stil. Deze man is dood. Maar hij heeft nog een veer. Kunnen we daar nog wat met die veer? Held tightly in its hand was a red feather. Kan ik die pakken, die veer? Nee. Maar hij ziet er wel vredig uit met die veer. Hier is een hoorn. Daar kan ik ongetwijfeld wel iets mee. Landhorn. The power to move the world. Oh. Nou, ik heb hem op mijn rug gedaan. The statue spoke. Just as it once moved the hearts of the forlorn, the instrument you now hold has the power to move the world around you. Klinkt goed. Another before you took great effort to hide it deep within this riddle. We worden hier nu opgesloten. The lanthorn began to glow. The lanthorn began to glow. Press the horn button. Ja, wat is de horn button? Dit is de inventory button. Oké, okay, C heb ik ingedrukt. Dat is blijkbaar de horn button. Maar hoe is? Oké, ik kan mezelf verplaatsen. Hier is een kistje, dat heb ik al gezien. Dat is handig. Ik kan de hele wereld verplaatsen. Pink, orange, red, brown. Leaves gently dancing to the ground. Crunch, crackle, lovely sound. Fall into a giant mound. Oké, maar als we nou hier de hele wereld kunnen bewegen, dan kunnen er gekke dingen gebeuren, denk ik. Dan gaan we hierheen. Pakken we die volgende. Kunnen we erbij? Ja. Oh. Hup, overstappen. U kunt hier overstappen op perron 2. En dan moeten we nu iets met die horen doen. Dat lijkt me logisch. Kan ik met die horen ook die brug verplaatsen? Nee. Kan ik hierboven met die horen iets verplaatsen? Lijkt er niet op. Dat geeft niks. Niks geeft hier licht. Dus dat zal het niet zijn. Want hier rechts zit nog wel een kistje. Maar daar kan ik niks mee, zie ik. Nee. Oké. Okay. Want ik heb die icoontjes. Waarmee ik net dingen kon verplaatsen. Die heb ik wel vaker gezien. Dus we gaan even een gebiedje terug. Kijk, dit. Hier is nog een kistje. Kijk, ik kan het hele ding verplaatsen. Oh, dat schiet lekker op. A lost message was inside. A lost message. Weer een gebied. Thick. One way blurs into another. Where do I end? Where does the world begin? I cannot see far enough to tell. Oké. Okay. Nou, waar moeten we heen met de ding? Hier worden we geblokkeerd. Dus het is, hier kunnen we verder nergens heen. Niet naar nieuwe locaties. Ik ga weer naar beneden. Zijn we weer bij de map. There was one last place to reach on the map. Ja, we moeten nog rechtdoor. Maar daar komen we niet op deze manier.
dit loopt vast. Op deze manier komen we daar wel. Die omhoog. Deze ertussen. Kijk eens. Dan komen we bij de laatste poort. Dan moeten we hier rechts en dan drie keer naar boven. Dan komen we bij de laatste poort. Als ik het goed heb uitgerekend. Deze kunnen we bewegen. Ja, 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 ja. Hop, naar boven. Nog een keer naar boven. En nog een keer naar boven. Kijk, want dit lijkt op de start. Maar ik kan dit hele plateau verplaatsen. Ik kan het draaien, dit plateau. Ik kan het niet verplaatsen. Kan ik hier nu lopen? Ja, lekker. The pig marsh. Ember felt a great relief to be out of the mist. Oké, ik ben uit de mist. Hier is een vogel. Kan ik dit ook verplaatsen? Nee. Hier is een horenplaatje. Dat kan ik ermee. Ik kan die ladder verplaatsen. Oké, kan ik erop klimmen? Dan kan ik hem weer terugschuiven. Oh, dat is handig. The way through was ruined. Muffled by the fog, Ember was sure they heard a rumble. Could that have been a tremendous snore? A tremendous snore? Oké. Nou ja, goed. We kwamen net hier aan. Dit gebied noemen ze The Pig Marsh. Dus ik ga er dan maar vanuit dat dit een nieuw gebied is. En aangezien we in een nieuw gebied zijn aangekomen, ga ik daarmee deze video beëindigen. Dan gaan wij in de volgende video verder in The Pig Marsh. Nou ja, dit viel op zich wel mee. We hebben wat looproutes gevonden. Puzzels waren niet zo heel lastig. Dus weer een stukje verder. Ik zie jullie graag in de volgende video bij The Pig Marsh. Later!